Zaterdag was het een drukte van belang op het schoolplein van openbare basisschool Den Velde, gelegen aan de Zwolseweg 2 in de buurtschap Den Velde. De schoolpleincommissie organiseerde een oranje gekleurde schoolmarkt met onder andere een plantenverkoop, rad van avontuur en natuurlijk konden de bruin gebakken oliebollen van eigen streekproducten niet ontbreken. De kinderen konden zich laten sminken, maar het doel van deze schoolmarkt was geld in te zamelen om het schoolplein op te knappen. De heer Postema werd de gelukkige winnaar van een ballonvaart voor twee personen. Maar mevrouw Wouters, directeur van de openbare basisschool, legt uit waarom het schoolplein moet worden voorzien van onder andere nieuwe speeltoestellen. De speelplaats die moet aangepast worden in het kader van regelgeving vanuit Den Haag. Dat betekent dus dat heel veel toestellen afgekeurd zijn. Maar daarnaast heeft deze speelplaats een hele belangrijke buurtschapfunctie. Alle kinderen uit deze regio, inclusief toeristen die hier rondlopen, gaan hier spelen. Betekent ook dat het veilig moet zijn en dat wij onze kinderen in het algemeen dus geen enkele situatie willen laten beleven van gevaar. Dus wij moeten met z'n allen hier als kleine school heel veel investeren. Willen wij dit hier veilig hebben en aangepast aan de normen die de overheid ons oplegt. U zei net, als ik het goed begrijp, dat na schooltijd kinderen uit deze buurt ook kunnen spelen hier op schoolplein. Ja, klopt. Wij hebben hier een openbare speelgelegenheid. Die wordt zelfs nog gefinancierd jaarlijks door de gemeente Hardenberg. Alle openbare speelplaatsen krijgen daar geld voor om alles wat nu goed is te onderhouden. Dat is een mooi bedragje ook, maar uiteraard kom je daar niet mee klaar om alles in stand te houden. Dus we hebben het heel erg nodig om ook fancy fairs te organiseren en anderszins acties. Het is een kleinschalige school hier in Den Velde. Hoeveel leerlingen telt deze basisschool? De teldatum was 51 en we zitten nu op 63, dus dat loopt heel mooi aan. Het kost ons heel veel moeite toch om een school in stand te houden, want je moet natuurlijk super presteren. Alles moet kloppen, alles moet goed zijn, dus daar moet je heel veel voor meanderen, zoals het tegenwoordig mooi heet. Je moet met iedereen proberen mee te gaan, goed te luisteren naar elkaar, goed te weten van wat moet en wat mag. We hopen daardoor ook een hele leuke sfeer in deze school te houden, want die was er ook zeer zeker. Tot slot, mevrouw, dat betekent toch dat u, wat u al aangaf, de keihard aan moet werken om in ieder geval niet in de gevarenzone te komen, want Bergentheim, Hogenweg, op de Brink in Hardenberg zijn scholen dichtgegaan die aan die ondergrens zaten of daaronder. Moeten daar heel veel voor doen? Ja, nou, dat klopt. We moeten er ook heel veel voor doen. En het is natuurlijk ook zo dat je na moet denken over de toekomst. Je moet ook kijken van, zijn scholen levensvatbaar? Nou, als je een ondergrens van 27 hebt en je hebt 30 leerlingen, dan kun je je ook afvragen van, is dit verstandig voor leerlingen om in zo'n situatie onderwijs te krijgen. Dus dan moet je misschien eens na gaan denken over, kunnen we die dingen samen gaan doen? En eigenlijk, als je het mij vraagt, maar dan kom je aan mijn stokpaardje, zouden we moeten streven met z'n allen in Nederland naar onderwijs en niet meer naar dat verzuilde onderwijs. Want als je kijkt naar het christelijk onderwijs, het katholieke onderwijs, het islamitisch onderwijs, ook daarin zitten mensen die dus helemaal niet een kerk aanhangen. En dan denk ik van, wat heeft de verzuil nog voor waarde tegenwoordig? Dus geef mij maar gewoon onderwijs. Onderwijs voor alle kinderen in Nederland.